Maar voor de ambachtsmensen dreigt het toch einde volgend jaar dan hier afgelopen te zijn. Ronald de Jong kreeg uiteindelijk een vervangend pand aangeboden, maar kunstenaar Frans Malschaert moest van de gemeente voor altijd afscheid nemen van zijn werkplek. Zijn atelier moest wijken voor de bouw van 2000 nieuwe woningen. Ik moet morgen weg. Het is een soort doelgericht kletsen dat hier een werkterrein moet zijn wat nodig is om daar te kunnen bouwen. Wethouder Kukenheim zegt dat er per locatie gekeken wordt of het bijdraagt aan broedplaatsen, internationalisering of cultuurhuizen. De zondagschilders kregen deze week te horen dat zij buiten deze categorieën vallen. Kukenheim zegt dat het pand aan de Gelderse Kade een amateurschildersclub is voor volwassenen en niet past in het gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid. De zondagschilders vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente zo met de ateliers omgaat. Nou, we voelen ons niet geholpen aan geen enkele kant. Men heeft kennelijk geen belangstelling voor 450 mensen die amateurkunstenaars zijn en die hun vrije tijd nuttig willen besteden. Het is geen breiclubje, dit is bloedserieus. Er wordt gewoon echt serieus werk geleverd. En nogmaals, ik probeer wel het uiterste uit de kant te halen. Ik loop niet voor iedereen te roepen, nou, je bent leuk bezig geweest deze middag. En waar Tilly heel erg sterk die lijn heeft gehouden en die grotere vlakken, is Saskia veel schilderachtiger bezig. Wat moet ik beginnen als ik hier niet meer terecht kan? Thuis is het gewoon heel erg moeilijk. En dit is gewoon mijn ontspanning ook. Ja, echt verschrikkelijk. Dat doet u veel. Tuurlijk.